Jan Kooijman kan naar eigen zeggen nogal grof en onhandig te werk gaan op de set. Tijdens het draaien van zijn laatste film maakte hij van alles kapot. Dat het eindresultaat er nog zo acceptabel uitziet, verbaast hem dan ook. Ik maak alles kapot altijd. Ik ben echt berucht om het feit dat ik heel veel kapot heb gemaakt tijdens het draaien van deze film. Ja, er is heel veel gesneuveld. Zoals? Ja, een fietsband. Ik heb jus-d'orange geperst zonder een glas neer te zetten en gewoon een scène doorgespeeld. Ik heb in een ijzerwerkplaats, ik ben echt de meest onhandige persoon op deze wereld en ik moest een metaalbewerker spelen. En toen moest ik ook zo'n soort staafje heet metaal omhoog houden, zo tussen mijn tang heel stoer naar kijken. En toen natuurlijk zakte dat hele staafje uit elkaar. Dus ik ben heel veel uitgelachen tijdens het maken van deze film. Ja. Maar je hebt de film natuurlijk al gezien. Het is helemaal goed gekomen, neem ik aan. Ik vond het bewonderenswaardig, geloofwaardig eigenlijk. Ja, gelukkig. Dus misschien zegt dat dan uiteindelijk toch iets over mijn acteerkwaliteiten.